mogelijk in deze wedstrijd. En die kunnen dan natuurlijk doorslaggevend zijn. Nanninga is aanwezig voorin met Busk. En daar is het doelpunt van Rodier Zee, ook al gescoord door Hansen. Hansen scoort. Rodier Zee leidt met 1-0. Dijkstra, Van der Poppen en Van Bommel. Tsinos en Nielsen. Elen. Van Marwijk komt. En Elen is steviger. Van Marwijk niet meer spelend als laatste man bij MVV achterin. Dat werk is nu overgenomen door deze Dijkstra. En die verslikt zich daar. Daarom Nanninga. Zestiende minuut. Ingooi van Colombin op Van Bommel. Colombin. En alles sluit kort bij Rode JC op alles wat van MVV is. Van Marwijk is aan het zwerven geslagen. En Van Bommel gooit naar die van Marwijk. Van Marwijk die hier in deze wedstrijd eigenlijk weer een rol heeft als linksbuiten. Maar wel een met zeer veel vrijheid. Hij is in ieder geval niet meer achterin te vinden. De vrije trap is overigens voor MVV natuurlijk. En hij wordt genomen door Colombin. Van Bommel voorin. Als man die het gevaarlijkste is in de lucht. Van Staveren loopt daar overigens. En staat er nog steeds De Wit. Van Marwijk. Doelpunt 1-1. Pep van Marwijk scoort nadat De Wit daar achterwaarts kopt en de bal neerdaalt voor zijn voeten. 1-1. Pep van Marwijk was de doelpuntenman. Degens. Goed gedaan van Nanninga. Schitterend neergelegd daar voor Marijnissen. Maar ja, oh, wat moet hij vaak constateren dat er helemaal niets mee gebeurt. Slordige werken van de Colombin. Desondanks komt MVV uit. Van Bommel. Schapendonk van Busk. Schapendonk moet scoren nu. Heeft hij voldoende tijd? Ja. Hij had maar weinig tijd nodig namelijk. Kees Schapendonk. Wijd en zijd bekend. Opnieuw bewijst hij. Het kansje was daar. 45e minuut eerste helft. Van Bommel. Busk. En Schapendonk. 2-1 voor MVV. Tsinos. 5e minuut tweede helft. Tsinos. Ja, zo verslik je hier, hoor. Met Van der Poppen. Van Staveren. Moet snel. Daar komt Van Marwijk. Goed schot van Bert van Marwijk. Nee, wel over de lijn geweest. Ja. Schitterend ingeschoten door Bert van Marwijk. Nadat domme gedoe van Tsinos is het Van Staveren die bal voorbrengt. En uiteindelijk is het Bert van Marwijk die schitterend in die kleine hoek schiet. En dan gaat de bal achter de lijn. Zo is het 3-1. 22e minuut, uitgooien van Jan Jongbloed. Hier staat De Wit. En De Wit kan inderdaad heel breed trappen. Zo wordt de opbouw verschoven naar Tsinos. En hier naar Hansen. Maar al heel vroeg onderbroken door Jansen van MVV. Van Bommel, Schapendonk natuurlijk, daar komt hij weer. En die twee kennen elkaar heel erg goed, dat blijkt ook hier. Vervolgens de glijpartij van Schapendonk is een gevolg van de gladheid op het veld. MVV loert op dit soort mogelijkheden, daarin is de ploeg natuurlijk ook sterk. En Schapendonk. En die is sneller dan Tsinos. Ja, kijk maar. Dag, Kees Schapendonk, dat is weer raar. Ja hoor. Schapendonk, zoals hij dat kan. Het wordt niet overal gewaardeerd, maar wel door die Maastrichtse supporters. En die supporters zoeken Schapendonk om zijn feestje te vieren rond dat vierde doelpunt. 4-1 voor MVV.
Marijnissen. Nielsen. De Jong. Dijkstra. Kans voor Hofman. Cadeautje. Ja, Dijkstra nu in de fout. In het foutenfestival van een verdediger. Past dit. En Hofman brengt daardoor de stand op 4-2. Het zou dom zijn als MVV nog verder in de knoei zou geraken. Maar Rijt is ook voorin. De hoekschop komt niet hoog genoeg om die lange mensen maar Rijt, Nanninga, De Jong te bereiken. Schapen nog. Nielsen, Van der Poppen, goed zelf. Van der Poppen, ja, keurig achter de bal gebleven. 5-2, dit is de beslissing in de wedstrijd. 5-2 in deze wedstrijd en het doelpunt wordt zo afgemaakt door Dassen. Dassen met nummer 6.